Goedemorgen en welkom bij dit tweede van vier webinars waarbij we jullie wat meer informatie gaan geven over een aantal specifieke Adobe oplossingen. En deze tweede keer gaan we het hebben over Adobe's Customer Journey Analytics. Ik doe dit webinar samen met mijn zeer gerespecteerde Belgische collega Mark Meeuwis. Ik heb ook gezien dat we waarschijnlijk veel Belgische mensen hebben die participeren, dus welkom. Ook voor alle Belgen. En beide zijn wij 14 jaar geleden begonnen bij Adobe. Dus er zit redelijk wat ervaring aan de andere kant van jullie scherm. We beginnen het webinar met een korte introductie. In zaken onze nieuwe oplossing, Customer Journey Analytics. We zetten eigenlijk de oplossing neer met een aantal slides. Maar daarna gaan we heel snel de diepte in. Om te kijken naar drie zeg maar unieke eigenschappen van Customer Journey Analytics. En dat illustreren we ook aan de hand van een aantal demo's. En we ronden dan deze sessie, net zoals vorige keer, af met een korte Q&A en nog wat afrondende informatie. Doelstelling is weer om deze sessie te beëindigen rond 9:15. Er bestaat een mogelijkheid dat we iets uitlopen, dus ik hoop dat jullie allemaal blijven aangehaakt. Maar goed, we gaan kijken of we het binnen de tijd kunnen redden. Dus de introductie van Customer Journey Analytics. Adobe's doelstelling met Customer Journey Analytics is om eigenlijk het beste cross-channel analytics gereedschap te maken in de markt. En de oplossing is een service die gebouwd is op Adobe Experience Platform. Eigenlijk eenzelfde service of in ieder geval op hetzelfde concept gebaseerd als wat we in de eerste sessie hebben laten zien met onze Real-Time CDP. Ook dat is een service bovenop Adobe Experience Platform gebruikt. Deze service is bedoeld om een eenduidige rapportage- en analyseomgeving te bieden aan onze klanten op basis van alle data die ter beschikking is gesteld in het Adobe Experience Platform. Customer Journey Analytics stelt de organisatie in staat om iedereen die verantwoordelijk is voor die customer experience, om die klantreizen die daarbij te maken, waarbij je dan te maken hebt, in een volledige context te kunnen visualiseren over alle kanalen heen. En op die manier dan ook een soort omnichannel inzicht te verkrijgen die je kan helpen om uiteindelijk nog betere klantreizen en klantervaringen te realiseren. Het maakt daarbij gebruik van wat we noemen Analysis Workspace. En voor hen die Adobe Analytics al kennen, is dat er zeker geen onbekend product. Maar voor degenen die dat niet kennen, zullen we uitgebreid laten zien aan de hand van de demo hoe eenvoudig en intuïtief deze Analysis Workspace omgeving werkt voor mensen die met Customer Journey Analytics werken. Het mooie en denk ik het fraaie, het onderscheidende van Customer Journey Analytics is dat het niet alleen maar werkt met de data die uit onze Adobe Experience Cloud oplossingen komen. Dus denk aan Adobe Analytics, Adobe Target, Adobe Campaign, noem maar op. Maar het kan eigenlijk met allerlei andere databronnen worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan data die je uit een callcenter krijgt, of data die je uit een kassasysteem krijgt in een winkel, of zelfs data die je uit, ik zou bijna willen zeggen, concurrerende omgevingen kan krijgen. Het is heel goed mogelijk om bijvoorbeeld Google Analytics aan te sluiten op Customer Journey Analytics en van de data uit Google Analytics gebruik te maken in de uiteindelijke visualisatie van die klantreis. Daardoor is het ook mogelijk om vragen te beantwoorden als: welke impact heeft bijvoorbeeld mijn recente AB-test op de website gehad voor de kosten in mijn callcenter? Heeft dat bijvoorbeeld geleid tot reductie van kosten in het callcenter? Of een andere vraag die je zou kunnen stellen met behulp van Customer Journey Analytics is: zijn klanten eerder geneigd om in de winkel te kopen als ze vlak voordat ze bij zo'n winkel zijn een push-notificatie sturen met een offer middels bijvoorbeeld Adobe Campaign? Dat soort vragen die over meerdere kanalen, over meerdere databronnen heen gaan, zijn eenvoudig met Customer Journey Analytics te beantwoorden. Doordat er ook een nieuwe reporting engine onder Customer Journey Analytics zit, en we te maken hebben met wat we noemen flexibele dataschema's die in Adobe Experience Platform worden gebruikt, zijn we ook niet meer gelimiteerd door wat je vaak ziet in analytische omgevingen, het datamodel wat aan een web analytische omgeving hangt, waarbij je praat over page hits, over visits, over visitors. We zijn eigenlijk ongelimiteerd in het gebruiken van dimensies en metrics bij het creëren van die visualisaties. De waarde van Customer Journey Analytics kan je eigenlijk in deze vier elementen uitdiepen.
Allereerst is het de quick time to value, hè, de snelle waarmee je eigenlijk de waarde kan, kan herleiden en kan realiseren. En dat is eigenlijk terug te vertalen aan de eenvoud waarmee je in Customer Journey Analytics inzichten kan ontdekken, rapportages kan maken, maar ook eigenlijk door middel van allerlei vragen die je zelf constant stelt, steeds dieper in de data kan graven en tot verdere inzichten kan komen. Daarbij is het ook dat Customer Journey Analytics extreem makkelijk in gebruik is. Dat laten we zo meteen aan de hand van een aantal demo's ook nog zien. Maar als je eigenlijk kan zeg maar slepen met je muis en wat wel in kan voeren, kan je eigenlijk al aan de gang met de visualisatietools die aan de grondslag liggen van de Customer Journey Analytics. En daarnaast word je, terwijl je het eigenlijk niet eens door hebt, ondersteund door technieken als AI en machine learning, om je bij allerlei algoritmen die daarvoor nodig zijn, je te ondersteunen zonder dat je het eigenlijk doorhebt. Dus bijvoorbeeld in het creëren van geavanceerde analyses, en met name Mark zal dat later laten zien, als we het hebben over bijvoorbeeld attributieanalyse, word je eigenlijk achter de schermen ondersteund in allerlei moeilijke vraagstellingen die je als analist eigenlijk zelf niet hoeft te doen. Customer Journey Analytics is aan zich eigenlijk een evolutie van wat iedereen, misschien of iedereen, maar een aantal van de mensen die aanwezig zijn in deze webinar wel kennen als Adobe Analytics. Je ziet ook de bouwstenen die we hier hebben geschetst, zijn bijna allemaal hetzelfde. Hè? Je kan zeg maar met Analysis Workspace die visualisaties bouwen. Je kan rapportages, kan je schedulen zodat ze bij verschillende mensen worden aangeboden. Segments kan je opstellen en delen. Daar zit een report builder mogelijkheid binnen, API's ondersteunen we, noem maar op. Al die bouwstenen zijn eigenlijk na van altijd hetzelfde. En nogmaals, voor de mensen die Adobe Analytics kennen, zal heel veel van wat we laten zien bekend voorkomen. Maar wat wel heel erg onderscheidend is, is dat fundament wat daaronder zit. Dat zie je ook in het rood aangegeven aan de rechterkant. Customer Journey Analytics is gebouwd op Adobe Experience Platform technologie en maakt gebruik van de Experience Data Model en van de Adobe Experience Platform technologie die daaronder zit. En dat betekent dat je ten eerste een ongelimiteerde aantal dimensies en metrics kan gebruiken. Dus vergeet concepten als EVARs, props en events die je misschien vanuit Adobe Analytics zou kunnen kennen. Daar hoef je geen rekening mee te houden. Je bent helemaal vrij in wat je als dimensies of metrics wil gebruiken en hoe je dat kan specificeren. Dat is eigenlijk Wat denk ik het grootste onderscheid is tussen Adobe Analytics en Customer Journey Analytics. Het fundament, de data waar je naar kijkt, is enorm veelzijdiger en geeft je daardoor stukken veel meer mogelijkheid. In de rest van deze sessie gaan we nu verder inzoomen op deze drie, ik zou bijna zeggen, unieke eigenschappen van Customer Journey Analytics. De eerste is het verbinden en het beschikbaar maken van allerlei databronnen die je in je organisatie tot je beschikking hebt, zodat je ze uiteindelijk in de tweede stap kan gebruiken in je visualisaties en in je dashboards die je wil creëren. En tot slot laten we in de derde sessie of in de derde topic zien hoe je daarmee zelfs heel geavanceerde zeg maar marketingvraagstukken kan behandelen. Bijvoorbeeld marketing attribution of call center deflection. Dat soort dingen kunnen heel eenvoudig worden gerealiseerd. Ik geef nu het woord over aan Mark, die gaat met name kijken en laten zien hoe je de databronnen bij elkaar kan brengen. Dan ga ik daarna het overnemen om een stukje uit te leggen van hoe die visualisatie nou daadwerkelijk werkt. En tot derde zal daarna Mark weer terugkomen om die geavanceerde marketing use case verder uit te werken. Mark, aan jou het woord. Bedankt Rob. Voordat we in de demo duiken, zou ik eerst nog even willen terugkomen op het seminar van vorige week, het webinar, waar we uitvoerig hebben gesproken over Adobe Experience Platform en de Realtime CDP. En wat we daar eigenlijk getoond hebben, is dat we op een realtime of batch manier data kunnen gaan collecteren. En die data kunnen van alle mogelijke bronnen komen. En die data stitchen we samen in een profile. Ja. En dat profile, die data kunnen we dan gebruiken om segmenten te gaan definiëren. En die segmenten en die events die we hier capteren te gaan activeren naar verschillende destinations. Ja, dat is de basisfunctionaliteit van de real-time CDP. En dus eigenlijk, de basis is, we gaan hier heel wat data gaan collecteren in real-time of in batch. En daar zou ik toe willen komen, als we dan overgaan naar deze voorstelling, is dat al die data die we collecteren in real-time of in batch, komt uiteindelijk terecht in de data lake die onderdeel is van Adobe Experience Platform. En in die data lake gaan we al die verschillende
data die we collecteren gaan stockeren in datasets. Ja? En we hebben datasets kunnen heel rijk zijn of kunnen specifiek zijn toegespitst op een bepaald kanaal waarmee de klant een bepaalde interactie heeft. En zoals Rob al aangehaald, hebben we call center, we hebben in-store experience, we hebben eventuele set-top box, noem maar op. Alle mogelijke interacties van die klanten gaan we gaan collecteren in die datasets. Ja? En dat vormt het startpunt voor de demo. Want uiteraard hebben we een heel set van verschillende datasets. En het is niet altijd noodzakelijk dat iemand die in Customer Journey Analytics gaat werken, telkens op al die datasets moet gaan werken. Ja? Dus wat gaan we doen? In eerste instantie gaan we een nieuwe connectie gaan creëren. En met een nieuwe connectie gaan we in principe gaan bepalen van welke van die datasets wil ik gaan gebruiken in mijn rapporteringsomgeving. Dus achteraf gaan we werken in Analysis Workspace. En op welke van die datasets wil ik met elkaar gaan verbinden om mijn rapportage op te gaan doen. En we hebben hier een heel wat datasets in onze demo-omgeving zitten. Degene waar wij op gaan focussen zijn de point-of-sale interactions, de call center interactions. We gaan ook CRM-informatie die we geonboard hebben in Adobe Experience Platform, die gaan we ook gaan gebruiken. En uiteindelijk willen we ook gaan gebruik maken van wat mensen doen op web en mobile. Ja. Dus die vier datasets vormen de basis voor onze rapportering. Ja. En je gaat ook duidelijk zien dat van die vier datasets zijn er kolommen. Ja, een preview die hij geeft van gemeenschappelijke kolommen. Dus wat we eigenlijk gaan doen is van die vier datasets die we geselecteerd hebben, wordt er ene grote unified view gemaakt waarin alle attributen, en we spreken over experience data model, dus alle attributen aanwezig in het experience data model, gaan we hier gaan collecteren in die volledige view. Wat we ook gaan doen is, in Adobe Experience Platform werken we ook met identiteiten en we kunnen die verschillende datasets met elkaar gaan verbinden door gebruik te maken van alle identiteiten of die we beschikbaar hebben in onze identity graph. Dus we gaan hier gebruik maken van e-mail ID, omdat die toch gaat over die uitgevoerd zijn door bekende personen. Voilà, dit is eigenlijk de eerste stap die we gaan doen. We hebben de eerste voorbereiding genomen. We hebben de datasets gekozen waarop we willen gaan rapporteren. Ten tweede gaan we dat natuurlijk een naam geven. En gaan we ook aangeven van kijk, we gaan alle data die nu toegevoegd wordt, die nu gecollecteerd wordt, die willen automatisch gaan toevoegen aan die report suite. Dus we kunnen ofwel kiezen voor een snapshot, dus op de data die we op dit moment hebben, daar willen we ook gaan analyseren. Of willen we die data, deze connectie die we net gemaakt hebben, moet constant gerefreshed worden met nieuwe data die geonboard wordt in Adobe Experience Platform. Het kan ook zijn dat we zeggen van kijk, we willen dat doen vanaf nu, of we willen reeds alle data die in Adobe Experience Platform zit, willen we mee gaan onboarden in dit verhaal. Ja. Voilà, ik kan hier ook, de eerste stap is nu, we hebben de connectie gedefinieerd. De tweede stap is nu, uiteraard zitten in die connectie, in die groep van datasets, in die Unified View, zitten ja, enorm veel attributen, measures, dimensions, noem maar op. Dus in een tweede instantie gaan we aan de hand van een data view, en dat is eigenlijk de creatie van de virtuele report suite, die we hier gaan definiëren voor de mensen die analytics kennen. Dus ik zal hier My Data View noemen. En in My Data View kunnen we een aantal algemene karakteristieken aangeven, van bijvoorbeeld als een session timeout, om te identificeren van wat valt er allemaal binnen een bepaalde customer journey. En wat we gaan doen in die data view is, je gaat hier zien dat uit die unified view gaat hij in principe alle mogelijke measures en dimensions gaan lijsten. Uiteraard willen we dit niet. We gaan hier op basis van die unified view gaan bepalen van oké, wat is nu de data die ik in deze virtuele report suite zou willen hergebruiken. Bijvoorbeeld ik wil product name gaan hergebruiken, product categorie. Ik wil dat ook koppelen aan een aantal measures of metrics in dit geval. Dus voilà, ik wil bijvoorbeeld weten. En wat je hier ziet is in principe alle attributen rechtstreeks afkomstig uit het Experience Data Model. Ja. Dus ik ga hier een paar voorbeelden nemen.
Ik kan ook van al die attributen, kan ik daar ook namen aan gaan toekennen. Dus ik hoef niet noodzakelijk die omschrijvingen of labels te gaan gebruiken die uit het Experience Data Model komen. Maar ik kan hier gaan zeggen product, ads of views enzovoort. Dus ik kan die labels zelf gaan bepalen. Ik kan ook aangeven wat de default attribution settings zijn voor zowel metrics als dimensions. Ja, maar daar gaan we straks verder op terugkomen. Hè. Dus op dit moment hebben we de basis gelegd. We hebben enerzijds een aantal datasets samengevoegd tot één grote unified view. Ja, we koppelen die op basis van de identities van die verschillende datasets. En uiteindelijk uit die unified view hebben we nu een aantal dimensions en metrics geïdentificeerd waarop we uiteindelijk onze analysis workspace gaan baseren. En hiermee geef ik graag het woord aan Rob. Ja, daar ben ik weer. Even overschakelen. Ik ga jullie nu een stukje laten zien van hoe je die data die eigenlijk Mark bij elkaar hebt gebracht, nu daadwerkelijk kan visualiseren met behulp van Customer Journey Analytics. En ik heb daar eigenlijk helemaal geen slides over, want wat we daarbij het beste kunnen illustreren is gewoon laten zien hoe het werkt. Zodat je een idee hebt hoe eenvoudig zeg maar die Analysis Workspace module in Customer Journey Analytics werkt. En hoe je heel eenvoudig tot dashboards en overzichten kunt komen. Dus ik ga nu over naar een live omgeving. We doen dit op een live omgeving. Zodat voor iedereen het hopelijk duidelijk is dat we hier gewoon echt inderdaad op een live omgeving aan het werk zijn. Ik ben hier ingelogd op Customer Journey Analytics. Zie hier een aantal projecten die al voor mij ter beschikking staan. Maar ik wil eigenlijk van scratch even aan een nieuw project starten. Dus dat kan ik doen door hier op Create New Project te klikken. En ik krijg eigenlijk een nieuw scherm met daarin wat we noemen een freeform tabel. Waarin ik eigenlijk dimensies en metrics bij elkaar kan slepen en kan samenbrengen. Voor de mensen, zoals ik al zei, die Analysis Workspace uit Adobe Analytics kennen, is dit redelijk bekend. Maar wat je wel ziet hier, is dat ik hier rechtsboven een drop-down listbox heb, waarin ik eigenlijk die data view die Mark daarnet heeft gedefinieerd, ook kan selecteren. Dus ik kan hier een data view selecteren die Mark heeft opgesteld, of elke andere persoon binnen de Customer Journey Analytics omgeving bij elkaar gebracht heeft, als zijn een combinatie van data sources, attributen, metrics, dimensies, waar ik uit kan tappen en die kan gebruiken als de basis voor zeg maar de rapportage die ik nu ga opstellen. Maar zoals ik al zei, ik heb hier in dit geval een data view gebruikt die Mark heeft opgesteld gisteren of eergisteren of misschien net al. En ik kan daarmee aan de slag. En op basis van wat ik hier selecteer, komen hier aan de linkerkant dan de verschillende dimensies tot de beschikking. En ik zie hier een aantal veel gebruikte, maar ik kan ze ook allemaal laten zien. Of daar komen ook een aantal metrics ter beschikking. Filters, wat eigenlijk een andere naam is voor segmenten. Die ik zelf weer op kan stellen op basis van allerlei attributen en kenmerken. En een aantal out-of-the-box, wat we noemen data ranges. Ik kan ook aangeven, in alles wat ik opstel qua rapportage, over welke tijdsperiode het geldig is. Dus als ik hier op klik, kan ik hier de tijdsperiode definiëren. Van waarop ik de rapportage wil baseren. Nou, stel nu voor dat ik gewoon echt inzicht zou willen hebben in, oké, waar komt nou de data uit die dataset van Mark daadwerkelijk vandaan? Uit welke kanalen komt dat tot in Customer Journey Analytics? Wat ik dan kan doen is eigenlijk simpelweg data sourcing op de canvas slepen. En op dat moment krijg ik een overzicht van welke events er hebben plaatsgevonden over de verschillende kanalen, web, call center en point of sale. En events is hier eigenlijk alle wat we noemen experience events die in Adobe Experience Platform landen. Misschien voelt het wat te ver om dat verder uit te leggen, maar eigenlijk alle gedragsevents, dus op het web elke klik, in een callcenter elke call die je hebt doet en in een point of sale elke transactie wordt gezien door Adobe Experience Platform als je dat zo gedefinieerd hebt als een event. En die events zie je hier nu aan de linkerkant verschijnen als een van de metrics. Op zich zegt me dat niet zoveel. Misschien ben ik meer geïnteresseerd in, oké, hoeveel mensen, hoeveel persons hebben daadwerkelijk over die verschillende kanalen bewogen. Nou, dan kan ik gewoon, zoals je ziet, die metric op de canvas slepen en naast die kolom events plaatsen. En als ik zelfs ook nog geïnteresseerd ben in, oké, in welke vorm zijn er nu aankopen geweest over die verschillende kanalen, kan ik bijvoorbeeld ook purchases op de canvas slepen en zo toevoegen aan mijn tabel. En zo kan ik eigenlijk heel snel die tabel uitbreiden met verschillende kolommen, maar ik kan het ook gaan visualiseren. Naast dat je hier een overzicht van de dimensies en de metrics enzovoort ziet, heb ik hier een tweede knop.
Dat is de visualisatieknop die ik aan kan klikken. En daarmee kan ik allerlei visualisaties toevoegen aan mijn rapportage. Dus ik kan hier bijvoorbeeld een donut, hè, ik neem maar een donut als voorbeeld, boven dit scherm plaatsen. En ik kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil die afbeelding van die donut alleen maar beperken tot de people metric in mijn tabel. En dan zie je dat ik hier een mooie herverdeling krijg van de gegevens die hier staan in deze visualisatie. En om ervoor de zorg te dragen dat deze twee altijd aan elkaar gekoppeld blijven, kan ik hier op klikken en kan ik zelf zeggen, lock de selectie. En op dat moment weet ik altijd zeker dat mijn visualisatie gekoppeld is aan alleen maar deze kolom in de tabel. Eigenlijk een heel eerste simpel voorbeeld van hoe ik een visualisatie op kan stellen. Ik kan ook snel andere visualisaties toevoegen door op deze plus te klikken. En dan kan ik een nieuw blank panel toevoegen. En als ik dat doe, dan scroll ik naar beneden en dan zie ik dat ik daar wat mogelijkheden heb om out of the box zeg maar visualisaties verder te definiëren. En in dit geval gebruik ik bijvoorbeeld een flow diagram die ik zou willen visualiseren. Ik klik hier op flow en ik krijg vervolgens een zeg maar een scherm waarin ik het een en ander kan ingeven aan wat ik zou willen afbeelden als een stroomdiagram van hoe verkeer door de verschillende kanalen heen loopt. En ik kan daar bijvoorbeeld beginnen met de product interactions, want dat is misschien wel interessant. Hoe bewegen mensen zeg maar over de verschillende kanalen heen en hoe bewegen ze van naar een product kijken, naar een product in een mandje stoppen tot uiteindelijk zeg maar afrekenen. Dus als ik hier product interaction selecteer, dan zie je eigenlijk gelijk dat ik de eerste flow krijg van alle mensen die als baas worden genomen tot mensen die gekeken hebben. Ik kan hierop klikken op product view. En ik zie dan vervolgens de stap van, oké, van die mensen die naar een product hebben gekeken, zijn er 176 uiteindelijk uitgestapt. Maar er zijn een aantal die hebben het product toegevoegd aan een mandje. En er zijn zelfs een aantal die gelijk al tot aankoop zijn overgegaan. En als ik wil kijken wie van de mensen die het product aan het mandje heeft toegevoegd, daadwerkelijk tot de aankoop heeft overgegaan, kan ik dat ook weer zien door daar ook weer op te klikken. Je kan heel snel, zoals je ziet, een visualisatie maken en een stroomdiagram maken van eigenlijk elke dimensie weer die ik in mijn, die tot mijn. Tot derde wat ik wil laten zien is dat ik ook aan de hand mee kan worden genomen in heel snel een rapportage opstellen. Ik heb hier bovenop nog een panel en dat is een panel waarmee ik eigenlijk een panel in één keer kan vormgeven. En ik kan bijvoorbeeld een quick insights panel op de canvas slepen en hier neerzetten. En dan word ik eigenlijk bijna visueel geleid door het genereren van rapportage. Stel bijvoorbeeld dat ik hier zou willen laten zien hoe producten zijn aangekocht en worden gekocht. Dus ik kan hier bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil productnamen verder analyseren op basis van bijvoorbeeld de aankopen. Op het moment dat ik die twee parameters al heb gedefinieerd, zie je dat ik hier een overzicht krijg van de verschillende producten, in dit geval in de dataset beschikbaar, over de aankopen die gedaan zijn. Ik kan dat eventueel nog filteren voor bepaalde segmenten, die heb ik in dit geval nu niet gedefinieerd. En ik kan ook de tijdsperiode aanpassen, bijvoorbeeld dat ik het over dit hele jaar wil laten zien. Je ziet dat gelijk alles wordt aangepast. En je ziet ook dat als onderdeel van deze Quick Insight niet alleen die tabel wordt gegenereerd, maar gelijk een visualisatie die ik ook weer zou kunnen aanpassen, al naar gelang ik dat zou willen. En ik kan dan ook nog zelfs een breakdown toepassen. Ik kan misschien wel zeggen, nou, misschien wil ik wel weten wat van contracttype aan die verschillende producten ten grondslag ligt. Dus als ik hier op contracttype klik, dan zie je dat elk van de aankopen vervolgens wordt onderverdeeld in de verschillende contracttypes. Nou, zo kan ik dus eigenlijk heel snel en interactief zo'n rapportage opstellen. En dat kan leiden tot eigenlijk heel geavanceerde dashboards. Ik open hier een andere dashboard die je hier ziet, die we opgesteld hebben op basis van een andere dataset. Als ik hier naar de rechterkant kijk, zie je dat hier Google Analytics en Loyalty Data ter grondslag ligt aan deze paneel. Nou, dan zie je hoe visueel rijk al deze data ter beschikking komt met scatter diagrams, met attributiemodellen waar Mark zo meteen nog over gaat hebben, met weer geavanceerde flow diagrams. En alles wat je hier hebt, wat je hier ziet en hier ziet gevisualiseerd, is eigenlijk door middel van drag and drop tot stand gekomen en door het invullen van de diverse dialoogschermen. Het mooie ook van alles wat je hier maakt, is dat je het op een hele eenvoudige manier kan sharen, kan delen. Je kan allereerst kan je zeggen, ik wil de data, de projectdata die ik hier heb samengesteld, wil ik wat we noemen curaten. Dat wil zeggen dat ik het ter beschikking wil stellen, maar dat ik de hoeveelheid, dimensies, metrics, et cetera, die ik aan iemand waar ik het project mee deel, ter beschikking stel,
wil ik ervoor zorgen dat die dimensies en de metrics eigenlijk ook beperkt zijn tot wat ik in mijn dashboard heb samengesteld. Zodat de persoon niet wordt overweldigd door de hoeveelheid dimensies en metrics die standaard ter beschikking staan. Dus eigenlijk bied je een soort eenvoudige interface aan voor die persoon als je dat project deelt. En daarnaast kan je het project delen door middel van allerlei andere mechanieken. Bijvoorbeeld ook, zoals je van Adobe Analytics gewend bent, delen als een PDF, als een rapportage die je gewoon stuurt naar die mensen die niet echt in deze interface werken, maar die gewoon de uiteindelijke resultaten van zo'n dashboard op hun bureau willen hebben of in hun inbox willen zien. Met dat gezegd hebbende, heb ik nu laten zien hoe zeg maar onze Analysis Workspace eigenlijk visueel je heel snel in staat stelt om allerlei mooie dashboards te maken. Mark neemt je nu nog een stapje verder mee naar hoe je zelfs hele complexe marketingvraagstukken zoals attribution modeling kan toepassen met dezezelfde interface. Mark, ik geef het weer terug aan jou. Laten we eens even kijken voordat we in de demo rond attribution gaan, wat de probleemstelling in feite is. En dat is dat het niet altijd eenvoudig is om te verstaan wat de impact is van de verschillende klantinteracties op een vooropgesteld resultaat. Dat kan bijvoorbeeld zijn van, oké, marketing doet een aantal initiatieven over verschillende kanalen heen. Ze doen advertenties op tv, op radio, op websites. Ze investeren in display en search en heel die toestanden. En hoe kunnen we dit nu, of wat was de waarde van de interacties die een klant had met die advertenties op het uiteindelijke resultaat zijnde bijvoorbeeld het aantal verkochte producten. En dat is eigenlijk wat we willen gaan analyseren. Nu weet dat met Customer Journey Analytics ik eender welke dimensie kan gebruiken en eender welke measure kan gebruiken om een attribution op te gaan bepalen. En laten we eens even gaan kijken wat dit, hoe zich dat vertaalt in Customer Journey Analytics. Dus ik heb hier opnieuw een workspace. Ik heb mijn dataview geselecteerd. En ik zit in dezelfde omgeving als waarop in gestart is. En wat we eigenlijk zouden willen gaan analyseren is dat we hebben hier inderdaad een aantal data sources. Ja? En die data sources die hebben aanleiding gegeven tot, die kanalen, web, callcenter en point of sales, die hebben aanleiding gegeven tot een aantal product purchases. Ja. Nu, wat wij willen analyseren is, oké, we hebben dat aantal producten verkocht, maar wat was nu het effect van al die campagnes die we gedaan hebben om dat product verkocht te krijgen? Dus we gaan even een extra freeform table gaan toevoegen en we gaan eens gaan zien aan de hand van de verschillende channels, de marketing channels waarop we actief zijn. Ja. En dan zien we dat er inderdaad een aantal experience events zijn die aangeven dat er inderdaad klanten een interactie hebben gehad via een van deze kanalen. En laat ons daar ook eens de product purchases tegenover afzetten. En dan ga je zien, en die dataset die we hier hebben is inderdaad zo opgesteld, is dat ik heb niet rechtstreeks een link tussen een interactie op een mediakanaal of interactiekanaal, een marketingkanaal en een product purchase. En dit kan ik nu mooi gaan visualiseren of invulling geven. Ik kan effectief een verband gaan leggen tussen de product purchases en het kanaal, ja, door middel van attribution. En dat kan ik heel eenvoudig doen. Het volstaat om eruit te klikken en ik kan hier bijvoorbeeld zeggen van ik wil hier een attribution model gaan toepassen. Voilà. En we hebben hier heel wat modellen die we out of the box beschikbaar stellen. Je kunt het zelf zien, last touch, first touch, lineair, U-shape, uiteraard ook algoritmic en time decay met een bepaalde loopback window. Laten we gaan eens kijken naar first touch, de laatste 30 dagen. En dan ga je zien dat ik effectief al onmiddellijk data ga krijgen, want dan gaat uiteraard die hele, in de volledige sessie van al die klanten, gaat die gaan kijken van oké, hoe is uiteindelijk het touchpoint social media platform, hoe heeft dat bijgedragen op die uiteindelijke sale die ik misschien vele dagen verder gedaan heb op het web of onder sale kanaal. Ja. Het mooie eraan is, ik heb nu die product purchases bekeken voor de first touch. Nu, ik kan binnen Customer Journey Analytics eender welk
of verschillende attributie modellen met elkaar gaan vergelijken. En het ook heel belangrijk om te weten is dat alles wat we doen rond attribution wordt toegepast at query time. Dus het is totaal non-destructief op de data. Dus ik kan dat ten alle tijde gaan toevoegen. Dus ik kan hier nu kiezen voor compare attribution models. Ik kan zeggen van kijk, ik wil dat gaan vergelijken met last touch 30 dagen. En dan gaat hij dat aangeven, plus hij gaat ook onmiddellijk gaan uitlijsten wat de verschillen waren. Dus ik kan zien bijvoorbeeld dat video 200% meer effectief is in de last touch dan het was in de first touch. Dus het kan zijn dat iemand die een aankopen overweging had, net die laatste zet gekregen heeft door het bekijken van die video. Ja. Dus dat zijn interessante dingen die we hier te weten komen. Nu, we weten ook dat binnen Customer Journey Analytics we ook berekeningen kunnen doen op basis van onze attributiemodellen. Dus ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, ik zou willen weten, dus ik ga hier een create metric from selection doen, en ik ga dat openen in de metric calculator, en ik zou willen zeggen bijvoorbeeld, wat is de acquisition rate? Ja, dus we zijn hierover bezig over first touch, ja, dus we willen gaan weten van, wat is de impact van dat kanaal om de klant de eerste keer op onze kanaal te krijgen. Acquisition, ik noem dat acquisition rate. Ja. Demo webinar, om een onderscheid te maken met de dingen die we al hebben. En ik ga hier zeggen van oké, we hebben first touch en we willen het gaan delen door het aantal mensen die uiteindelijk naar onze kanalen gekomen zijn. En dat gaat over het totaal aantal mensen. Dus van alle personen die op onze kanalen komen, wil ik het totaal hebben. We save dat. En ik kan dus nu hier gewoon zeggen, kijk, dat is de demo webinar, de acquisition rate. En ik wil het dan ook nog eens gaan voorstellen in enkel als een percentage, dat is iets leesbaarder. Voilà. Dus op die manier kan ik heel veel dingen doen op basis van attribution modeling. Een tweede punt is, en dat is net zoals wat Rob aanhaalde met die quick insights, is er binnen Customer Journey Analytics ook een snelle manier om te gaan werken met attribution. In plaats van het hier allemaal manueel en zelf te doen, kan ik ook gaan kiezen voor een attribution panel. En ook hier is het gewoon op basis van een aantal vragen die ik ga beantwoorden. Wat is de metric, de succesmetric? Wel, ik kan hier één of welke metric gaan kiezen die ik voorhanden heb in mijn data view. Maar we gaan ons hier richten op product purchases. De kanalen, ook hier, je kan eender welk dimension gaan nemen. We gaan hier terug vertrekken van de channel type. Ja. En ik ga de modellen gaan kiezen. Dus hier gaan we dadelijk voor kiezen om een aantal modellen ten opzichte van elkaar af te zetten. Ja. We gaan gewoon de default modellen pakken. En de lookback window 30 dagen nemen we ook als default. En ik ga dat panel gaan bouwen. Met als gevolg dat ik hier onmiddellijk een volledig overzicht krijg van oké, dat is mijn metric. Het gaat over 154 aankopen. En we gaan kijken, zowel voor last touch, first touch als lineair, wat de impact is van die verschillende social media platformen. Hier zie je ook dat de tabel die ik daarnet gebouwd heb, dat die eigenlijk in feite ook perfect automatisch kan gebouwd worden door dit attribution panel. We kunnen ook duidelijk gaan krijg je allerlei visualisaties van channel performance, maar ook overlappingen tussen kanalen. Ja, dus welke kanalen hebben de mensen allemaal, mijn bezoekers allemaal doorlopen om uiteindelijk tot de aankoop over te gaan. Goed, we hebben hier ook een channel flow. En daarin kan ik gaan kijken van oké, hoe bewegen bijvoorbeeld de mensen tussen die verschillende marketingkanalen. En dan neem ik u terug gewoon mijn channel type, wat mijn dimensie is die de marketingkanalen bevat. En hier kan ik gaan kijken van oké, ik zie dus inderdaad dat er van de 100 mensen die binnenkomen, zijn er een aantal die naar het social media platformen gaan. Ja. En vanuit social media platformen, wat doen ze dan? Wel, er zijn er een aantal, eentje in het geval die gaat naar video, dan zijn er een aantal die naar blijkbaar een in-store advertisement gezien hebben. Dus op die manier kan ik ook gaan kijken hoe dat de people, zoals ik het noem, doorheen die kanalen wisselen. Nu, er zijn nog een aantal andere leuke dingen die we kunnen gaan doen.
Dus we hebben hier die filters. Ja, dus we zouden kunnen gaan afzetten, want weet dat we in onze dataset of in onze dataview hebben we niet alleen de behavior van onze klanten langsheen al onze verschillende kanalen, maar we hebben ook CRM-data toegevoegd aan die dataview. En zo zou het kunnen zijn dat ik kan gaan kijken van, ik wil die data in principe eens gaan, die attribution gaan analyseren ten opzichte van mijn loyalty status. Ja. En ik kan heel simpel die verschillende waarden hier gaan selecteren waaruit de loyalty status bestaat. En ik kan die door middel van een drop-down gaan bepalen van oké, wat was nu de impact ja, van die verschillende van de attribution op basis van mijn verschillende loyalty states die ik heb. En dan ga je zien dat de gold members hebben inderdaad 55 producten gekocht. En dan zie je dat die bijvoorbeeld meer gevoelig zijn voor first touch, ja, ten opzichte van last touch op gebied van social media platforms. Als we gaan kiezen voor zilver, dan gaan we een heel andere situatie zien. Dus we kunnen perfect gaan kijken, oké, wat is het effect van de investeringen die we doen op onze verschillende marketingkanalen, naar gelang het type klant waarin we spreken. In dit geval de loyalty status, maar het kan zijn dat we ja, dat gaan afzetten ten opzichte van eender welke dimension dat we hebben. Bijvoorbeeld, ik zou het ook perfect kunnen doen op het gebied van service. Ja. Welke service neemt deze klant van ons af? En op dezelfde manier gaan we die als drop-down gaan toevoegen. En kunnen we dus allerlei combinaties gaan maken van de verschillende CRM-informatie die we hebben en de impact daarvan, of de impact van attribution op die verschillende CRM. En dat is wat ik met jullie wilde share op het gebied van attribution. Weet dat we die attribution kunnen gaan toepassen op eender welke metric in combinatie met eender welke dimension. En dat we niet gelimiteerd zijn tot enkel het analyseren van de marketing channels. En ook heel belangrijk is dat alle attribution die we toepassen is effectief resolved at query time. Ja, dus is non-destructief en heeft geen enkele impact op de data die jullie eerder gecapteerd hebben in Adobe Experience Platform. We zijn nu gekomen bij het laatste stukje van deze presentatie of sessie. We hebben nog ongeveer 5 minuten, denk ik. Mochten er nog prangende vragen zijn, dan kan je die stellen in de chatbot. Dan kunnen we, voordat we helemaal afsluiten, nog naar die vragen kijken. Maar wat ik wel zeg maar afrondend wil doen, is nog even te kijken naar wat we zouden noemen de key takeaways op zijn goed Nederlands. Wat kunnen we meenemen uit deze sessie? Ja, hier het Engels verwoord, maar ik zal het in het Nederlands zeg maar proberen samen te vatten. Essentieel bij Customer Journey Analytics is dat je daadwerkelijk inzicht kan verkrijgen over de hele klantreis met de data die je tot je beschikking hebt uit het Adobe Experience Platform. En dat betekent dus dat dat alle data kan zijn die je daarin hebt ingestopt. Niet alleen maar data uit Adobe oplossingen, alle data. Zoals we hebben laten zien, call center data, data uit zeg maar kassasystemen, Google Analytics data eventueel. Alle data die je in platform brengt, kan je gebruiken in uiteindelijk het visualiseren van die data met Customer Journey Analytics. Het mooie van Customer Journey Analytics is, zoals we dat in het goed Nederlands zeggen, dat het je in staat stelt om de data te democratiseren. Je maakt de data echt toegankelijk voor niet alleen maar de analytical experts, nee, mensen die een klein beetje verstand hebben van die data, kunnen al aan de gang en kunnen daar al, zeg maar, hele mooie visualisaties, maar ook inzichten mee krijgen. Daarbij word je constant ondersteund door allerlei technologieën aan de onderkant die je eigenlijk niet eens ziet. En bijvoorbeeld ook AI en machine learning die je in staat stelt om snel segmenten te bouwen of, zoals Mark heeft laten zien, je te ondersteunen bij attributiemodellering. Ook nog denk ik essentieel wat je mee moet nemen is dat waar je misschien met Adobe Analytics en ook misschien wel met Google Analytics heel vaak wordt gedwongen om te denken in een model wat heel erg gericht is op web analytics, namelijk hè, page hits, visits, visitors, gooi het overboord. Je hebt nu de vrijheid, zowel qua dimensies als metrics, om alles te gebruiken wat tot je beschikking staat. En misschien tot slot, dat wordt wel te technisch, maar toch wel even om mee te geven, uiteindelijk draait onze Customer Journey Analytics module bovenop wat we noemen de query service, de query functionaliteit die in platform zit. En die query functionaliteit kan je ook gebruiken
voordat je daadwerkelijk met Customer Journey Analytics aan de gang gaat, om bijvoorbeeld nog datasets te verrijken, te transformeren, misschien daar subsets uit te halen en nieuwe datasets te creëren die je dan vervolgens weer met Customer Journey Analytics kan gebruiken. Kortom, wij denken dat het een heel krachtige tool is die bovenop Adobe Experience Platform draait. En we hopen dat we met deze sessie jullie daar in ieder geval een stukje inzicht in hebben gegeven en hopelijk enthousiast gemaakt. Ik zit even naar de panel te kijken, want er zijn een aantal vragen binnengekomen. Do we need to have the Experience CDP platform for Customer Journey Analytics? Ja, dat is wel een voorwaarde. Customer Journey Analytics werkt dus alleen maar bovenop Adobe Experience Platform. Dat wil niet zeggen dat je daarvoor de hele Adobe Experience Platform omgeving hoeft neer te zetten. We bieden het vanuit een licentieperspectief aan als één product. Dus je kan Customer Journey Analytics afnemen als één product. En we voorzien je dan van de nodige fundamenten of de fundamentele bouwstenen van Adobe Experience Platform om Customer Journey Analytics daadwerkelijk te gebruiken. Dus we hebben dat qua licentie eenvoudiger gemaakt en niet mee te nemen in allerlei andere additionele producten die je daarvoor zou moeten aanschaffen. Ja. Er is nog een vraag over CGM. Worden de contractsensitieve identiteitslabels in Customer Journey Analytics? Ja. Dat is ook een goede vraag. De sessie die we vorig jaar hebben gehouden over real-time CDP, daar was governance een belangrijk item van hoe zorg ik ervoor dat mijn data op de goede manier wordt gebruikt. Die governance regels worden ook daadwerkelijk gebruikt bij het creëren van deze rapportages. Ja. Mark, heb jij nog iets toe te voegen voordat we gaan afronden? Nee. Nee. En voor de rest wil ik eigenlijk afronden door jullie weer te bedanken voor jullie aandacht en aanwezigheid. En tot de volgende keer.